In de Koningsstraat in Den Haag, daar zit een tabakswinkel. Dinsdagochtend 6 oktober komt daar een man binnenlopen en de eigenaar die weet het direct, dit is foute boel. In de Koningsstraat zitten meerdere winkeltjes, waaronder ook tabakspeciaalzaak Ambachtsgaarde. De eigenaar is dinsdagochtend 6 oktober gewoon aan het werk. Om 11:15 die ochtend helpt de eigenaar een klant in de winkel. Zoals altijd staat de toegangsdeur open en de eigenaar staat achter de toonbank omdat de klant wil afrekenen. Dan komt er een andere man de winkel binnen en die pakt vrijwel onmiddellijk een vuurwapen uit een tasje dat hij om zijn schouder draagt. Deze man roept dat het om een overval gaat. Er volgt een woordenwisseling tussen de eigenaar en de overvaller, waarbij de overvaller zijn wapen doorlaat om te laten zien hoe serieus hij is. De eigenaar wijst op wat muntjes die op de toonbank liggen, maar die overvaller die wil de kassa. En ook nu begint die eigenaar weer een discussie, maar die overvaller die wordt wat ongeduldig en die probeert zelf het geld uit de kassa te pakken. Die eigenaar die probeert dat tegen te houden en op dat moment krijgt hij een klap op zijn hoofd met het vuurwapen. Door alle commotie gaat de overvaller er vervolgens zonder buit vandoor. Hij rent weg in de richting van de Jacob Catstraat. Ja, Annemarie, die eigenaar die leek heel vastberaden en niet te bang eigenlijk, omdat hij toch zo in verzet ging. Maar niets is minder waar natuurlijk. Nee, die eigenaar die is zich natuurlijk rotgeschrokken, om maar zo te zeggen. Hij heeft natuurlijk een wapen op zich gericht gekregen, ja, en dat is natuurlijk niet niks. Ja, nou was er ook een klant in de zaak aanwezig. Hoe is het met diegene afgelopen? Ja, die is natuurlijk ook bedreigd met dat vuurwapen en die is natuurlijk ook heel erg geschrokken. En die heeft ook nog aangifte gedaan van bedreiging. Nou, er zijn beelden van de overvallers. Hopelijk zijn er mensen die de verdachte gaan herkennen. Ja, hij komt aanlopen vanuit de slijpmolen. En binnen haalt hij eigenlijk direct zijn vuurwapen tevoorschijn. Of in ieder geval iets wat daarop lijkt. Hij bedreigt de eigenaar en de aanwezige klant. En het is toch heel opvallend hoe rustig die twee blijven. En dan wil hij geld hebben. De eigenaar is niet van plan om de man ook maar iets te geven. De man wil zelf de kassa pakken. En dat lukt niet, waardoor hij wat agressief wordt. De klant die neemt dan ook een beetje afstand. De overvaller blijft om geld vragen, maar de eigenaar doet echt helemaal niets. En dan krijgt hij ook nog een klap op zijn hoofd met het wapen. En dan rent de overvaller plotseling de deur uit. Het gaat om een man met een lichte huidskleur van ongeveer 18 à 20 jaar oud. Hij heeft een mager postuur en is ongeveer 1,70, 1,75 lang. Hij heeft pukkels in zijn gezicht en hij droeg die dinsdagochtend 6 oktober een blauwe jas met capuchon en daaronder een petje, een spijkerbroek en witte schoenen. Ja, zijn gezicht is nauwelijks te zien, maar hopelijk herkent u hem en zijn houding, kleding of misschien postuur. Ook als u andere informatie heeft, dan hoort de politie dat heel erg graag via 0800 60 70 of 0800 7000.